Zaterdag 1 september wordt weer de City Swim to Fight Cancer gehouden. In de Nieuwe Haven wordt al elke woensdagavond getraind. Ja, ik zou wel moeten, hè. Ik heb het gezegd, dus ik moet nu. Wordt het de eerste keer voor u? Ja, de eerste keer. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ook, ja. Zou jij nog even willen vertellen waarom je meedoet? Nou, voor het goede doel en dat voor zwemmen. Heb je al sponsors? Ja. Hoeveel? 20 euro. 20 euro tot nu toe? Oh, dan moet je er nog even een paar wat geld uit de zak gaan kloppen, hè? Ja. Maar je hebt nog ruim 2 weken. Ja. Gaat nog wel lukken, hoor. Ja, gaat lukken? Ja, dat gaat nog wel lukken. Oké, dan houden we de positieve spirit erin. Ik zou zeggen, oefen het dan maar. Dank u wel. Ik heb iets van 20 sponsors op dit moment. Bijna 500 euro bij elkaar. Ja, ik ben nu 1 jaar hersteld zelf van leukemie. Dus ik heb 2 jaar lang leukemie gehad. En dit is dan het eerste jaar dat ik zelf mee mag doen. Dus ja, mijn vader heeft al 2 jaar meegedaan. Nu mag ik een sokje overnemen. Ik heb er gelukkig nog heel weinig mee, maar je hoort het te veel tegenwoordig. Dus vandaar dat ik heb gezegd, ga eens erop. Geld inzamelen en voor het goede doel meedoen. Ja, eigenlijk heeft iedereen die hier zwemt wel iets met die vreselijke ziekte. En het bizarre lot wil ook dat het uitgerekend de directeur van de City Swim to Fight Cancer trof. En inmiddels ook de oud-directeur door de kanker, hè? Klopt, ja, inderdaad. Vorig jaar in de week voor de City Swim, dus nu bijna een jaar geleden, kreeg ik te horen dat ik waarschijnlijk botkanker had of heb. En nou, dat was even een dingetje, dat kwam even hard aan, daar had ik geen rekening mee gehouden. Later bleek dat het ook inderdaad zo was, dus dan zit je met de City Swim vorig jaar al toch een hele andere gedachte zo over op zo'n dag. Dan de 2 jaar daarvoor, waar ik gewoon ja, bezig was met het uitvoeren van een evenement. En met een heel mooi doel overigens, waar ik toen al 100% achter stond. Maar ja, nu is het gevoel, daarbij is even wat anders geworden. En ja, de schade is u letterlijk aan te zien, hè? Want u moet een onderbeen missen. Ja, klopt. Ja, nee, zelfs bovenbeen. Ja, dus ik ben geamputeerd boven de knie. Het positieve daarvan is wel dat de kanker gelijk weg was. En daarmee ontliep ik ook nog een lange chemokuur die anders nog later gegeven had moeten worden. En daarna revalideren. Je kijkt nu waarschijnlijk heel anders aan tegen het evenement. En je hebt het directiestokje ook over moeten geven, hè? Dat klopt. Ik heb vorig jaar al gezegd bij de evaluatie van ja, ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik heb geen idee. Ga ik het überhaupt overleven? Dat was al vrij snel, dat de kans wel vrij groot was. Dus ik heb toen gezegd, ja, je moet volgend jaar niet op mij rekenen. En ik zou willen van wel. En ik zal ook de best op de zijlijn bij betrokken blijven. Maar ik denk dat je iemand anders moet zoeken als bestuur voor mijn functie. En die is gevonden? En die is gevonden, ja. Inge Wouters, die doet het geweldig. Blijf je erbij betrokken? Ja, als ik verder revalideer en ik kom weer een beetje in mijn oude doen terecht, dan zal ik volgend jaar wel weer proberen erbij te zijn. In welke hoedanigheid dan ook. Want kanker kan overwonnen worden. Ja, ja, daarom, zo is het. Dus als er veel geld komt, dan moet het toch een keertje goed gaan aflopen. Ja, dat zijn nog maar de trainingen die bezig zijn, want mensen kunnen nog inschrijven. Jazeker, de inschrijvingen sluiten zaterdag de 18e. Dus ja, mensen kunnen nog meedoen, individueel kunnen ze zich nog inschrijven. En bedrijven kunnen natuurlijk teams inschrijven en dat is nog een beetje langer open. En de sponsors die kunnen nog, ja, desnoods erna, maar in ieder geval zo snel mogelijk en zoveel mogelijk. Ja, tuurlijk. We willen natuurlijk organisatorische kosten zo laag mogelijk houden en je hebt ze natuurlijk. Dus ja, hoe meer sponsors, hoe meer geld we kunnen brengen aan het kankerfonds. Tussenstand nu 1 ton, vorig jaar kan ik me herinneren, bijna 2 ton volgens mij. Vorig jaar hebben we helemaal aan het einde van de rit 2 ton opgehaald. Dus we hopen nog een spit te maken dat we de laatste ton binnenhalen. Maar moet lukken, denk ik. Zelfs de erevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwembond ging te water. Ja, die houdt ook van water. Breekt hij nog wat binnen? Nou ja, ik organiseer met heel veel andere mensen de City Swim Dordrecht Fight Cancer. En ja, tot nu toe staat de teller al op 100.000 euro. Hè? Allemaal door de mensen zelf bij elkaar gebracht. Ik was schitterend in de persoonlijke sponsors natuurlijk. Ja, dat loopt altijd een beetje achter omdat ik mijn tijd aan andere dingen wil besteden. Maar het komt goed. Beloven. Ja, is beloven. Erewoord. Dankjewel.